Zou je het leuk vinden om een trucje te leren dat je kan helpen om meer energie te krijgen, ouder te worden, beter te slapen en gelukkiger te zijn? Het is heel simpel. Bedenk af en toe eens waar je dankbaar voor bent. Maar wat is dankbaarheid precies? Je zou kunnen zeggen dat dankbaarheid betekent dat je blij bent met wat er is. Soms als we door het leven gaan, kunnen we wel eens vergeten om blij te zijn met wat er is. Denk bijvoorbeeld eens aan je voeten die je overal naartoe draagt. Heb je de laatste tijd nog nagedacht om daar dankbaar voor te zijn? Of aan de lucht die je elke dag kan inademen? Heel normaal eigenlijk dat we lucht hebben, maar ook heel fijn, want daardoor kunnen we leven. Door af en toe eens na te denken over de dingen die fijn zijn, worden we gezonder en gelukkiger. Er is een wetenschapper die een experiment heeft gedaan, waarin allemaal verschillende mensen schriftjes kregen om in te schrijven. Die mensen werden in 3 groepen verdeeld. Groep A schreef iedere dag 3 dingen op waar ze dankbaar voor waren. Bijvoorbeeld dat ze dankbaar waren voor hun neus, omdat ze lekker eten konden ruiken. Groep B maakte een lijstje van dingen die ze niet leuk vonden. Bijvoorbeeld dat ze het vervelend vonden dat ze een neus hadden, omdat ze dan de scheten van hun vader moesten ruiken. En de laatste groep mocht schrijven waar ze zin in hadden. Ze konden het hebben over koele draken, of ponies, of neushaar. Deze wetenschapper ontdekte dat mensen die opschreven waar ze dankbaar voor zijn, een veel groter gevoel van geluk voelden dan de andere groepen. Daarna sliepen de mensen die dankbaar waren ook beter en gingen ze vaker sporten. Dus laten we dat nu eens samen gaan doen. Pak een schriftje en schrijf bovenaan: ik ben dankbaar voor... Je kunt denken aan mensen, plaatsen, dingen of momenten waar je dankbaar voor bent. Je zult merken dat door dit te doen je al heel blij wordt. Nu is er een andere wetenschapper en die heeft ontdekt dat mensen heel gelukkig worden door hun dankbaarheid uit te spreken naar degene voor wie ze dankbaar zijn. Dus denk eens na, wie heeft jou nou ooit geholpen in je leven? En ga dan naar die persoon toe en vertel waarom je dankbaar bent. Misschien heeft je moeder je geholpen met het verschonen van je luis of heeft ze je leren praten. En als je dit met die persoon deelt, dan zul je ongetwijfeld een heel grote geluksboost krijgen. Lang verhaal kort, dankbaarheid werkt. Door af en toe even op te schrijven waar je dankbaar voor bent of door tegen iemand te vertellen waarom je dankbaar bent voor die persoon, worden we gelukkiger. Dan heb ik nu nog maar 1 ding te zeggen. Bedankt voor het kijken van deze video. Superleuk om alle mooie reacties tot nu toe te lezen. Tot ziens!